Wat moet er gebeuren om jullie zover te krijgen dat als het gebeurt, dat je direct aan de bel trekt? En daar stond zo'n grote kaars en die hebben we erin gestopt. Ja. En dat vrouwen niks en niks meer zijn dan Dat je je echt afvraagt, ga ik op een bepaald moment zeggen dat ik zwanger ben? Want het gaat ook om mijn baan. Ik bepaal zelf wat mijn lichaam wel en niet aan kan. Elke 8 dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord, enkel omdat zij een vrouw is. Ik snap niet waarom het zo lang duurt. En ik wil nu zeggen dat ik geen jongetje, maar een meisje ben. Wat is het? Morgen ben je een kameel, overmorgen een dromedaris. En mijn vrouw die erachter kwam dat zij het minder verdiende dan haar mannelijke collega in dezelfde functie, die ook nog eens minder ervaring had. Dat ging om 1000 euro per maand. Ja. Abortus staat nog altijd in het wetboek van strafrecht en daar hoort het gewoon niet thuis. Ik ben toegeschreeuwd dat ik een moordenaar was en dat ik naar de hel zou gaan. Het is niet altijd baas in de eigen buik. Steeds meer meisjes hebben psychische problemen. Onderzoekers hebben het over een ongekende daling in de mentale gezondheid. Fix the system, not the women. We blijven het herhalen tot het niet meer nodig is.